boys! Welkom terug bij een nieuwe video van Forza Horizon 5. En vandaag heb ik voor jullie een... Het is in principe een soort van wielspin beslist. Maar met een twist. Want we hebben Barnfind beslist. Ik heb zojuist een Barnfind prijs van iemand gekregen. Ik weet niet wat erin zit. De auto die we krijgen gaan we vandaag gebruiken. Dus ik hoop dat het iets bijzonders gaat zijn. Heb je er zin in? Drop als een likey. En dan gaan we er even heen rijden. Is dat een blauwe ding of daarnaast? Dat is daarnaast. Ah... Alright, nou, wat gaan wij vandaag gebruiken? Ik hoop niet dat mijn game weer crasht. De laatste keer dat ik dit deed, toen crashte mijn game. Dus, die mogelijkheid is er ook nog. Wat gaat het vandaag wezen? Oeh, een 350 set. Dat had ik niet verwacht. Is op zich wel een toffe auto. Ik denk ook niet dat we hem eerder gebruikt hebben. Wat best wel erg is, want ik vind het fantastisch vette auto's. Maar, Op zich wel grappig dat we die nou krijgen. Want er zijn heel veel 350 sets die je kan winnen in de Festival Playlist. Want die zijn nou onderdeel van die High-Low series. Zoals je kan zien. Dus op zich wel geinig. Maar ja, we gaan er vandaag mee aan de slag. Ik weet toevallig dat je die auto best wel flink kan upgraden. Dus dat is gunstig. Hier hebben we hem. De Fair Lady Z. En hiervoor zie je trouwens nog die Forza Edition. We zouden er een off-road versie van kunnen maken. Dat zullen we niet gelijk doen. Maar die optie is er wel. Dus we zullen zien wat we allemaal kunnen doen. Ik heb dit altijd mooie auto's gevonden. En dit ding is inmiddels al behoorlijk oud. Want er zijn al twee nieuwere versies van. Want je hebt de 370 en dan de 400. Maar er is iets gekomen met de 350. Wat ik gewoon zo timeless vind. We gaan eens even aan de slag. En ik weet dus vrij zeker dat hier een bodykit voor is. Dat is die Rocket Bunny kit. En die is op zich best wel nice. Dus ik denk dat we die ook wel zullen doen. Maar naast dat zijn er ook andere upgrades. Gewoon normale bumpers en zo. Oh, je hebt alleen de Nismo. I mean, die is best wel sick. Het ding is... Oeh, en die spoiler. Ja, ik vind die Nismo spoiler mooier dan de Rocket Bunny spoiler. Oh, no, dit ding is groot. Yo, ik vind hem niet eens zo heel lelijk, maar hij is gewoon heel groot. Achterbumper, Nismo. Kijk, op zich is die Nismo kit wel grappig, maar er is letterlijk een Nismo variant van deze auto. Dus ik denk dat we die Nismo-variant gewoon laten voor het is. En dat we hier dan die Rocket Bunny kit op zetten. Oké, okay, wat voor livery gaan wij op deze auto plompen? Oh, weet je wat we gaan doen? We gaan voor de Fast and Furious livery. En ik moet trouwens zeggen, ik vind deze ook heel sick. Ik weet niet waarom, maar die fade is super clean. Maar we pakken eerst even deze, kijken hoe die eruit ziet. Het kan zijn dat dit er echt verschrikkelijk uitziet. Omdat die kit een beetje raar is voor waarschijnlijk die livery. Jongens... Hoort deze compleet zwart te zijn? Aan één kant? Nee, toch? Is het niet helemaal zwart? I guess. Maar zoals je kan zien, die bodykit is een beetje raar. Dat hoort niet helemaal. Of beter gezegd, deze livery is gemaakt van een andere bodykit. Zit niet in de game. Dus, Oh, dit ziet er goed uit, gek. Dit met die witte velgen is letterlijk... Mwah, beautiful. Super nice. Oké. Okay. Nou, we gaan even een beetje ronddraaien. Het eerste wat je waarschijnlijk al ziet is dat deze auto behoorlijk slipt. En dit is trouwens geen drift tune. Ik heb er gewoon allemaal performance parts op gegooid. Nou, hij is nou zo snel. En achterwaarts aangedreven. Dus 700 pk of zo dat hij gelijk wegslipt. Ik heb geen angle kit. Wat ik waarschijnlijk wel had kunnen gebruiken... En we gaan zo meteen sowieso hiermee driften. Maar zelfs zonder angle kit werkt die perfect. Ik kan me herinneren dat ik in Horizon 4 een 350 set had. Die had ik compleet geüpgraded. Was ideaal voor drifting. Was echt een heerlijke auto. En hier zal het niet anders zijn. Maar het ding is, ik wil hier eigenlijk een race mee rijden. En ik weet niet of dat verstandig is met hoe die nou is. Misschien dat ik de attractie aanzet om dat een beetje tegen te gaan. Maar we gaan op zoek naar een race. En ik denk het beste wat we kunnen doen is een street race. We rijden even door naar deze race. En dit ziet er op zich wel uit als een geinige baan. Dus we gaan deze gewoon doen. Geen idee waarom. Ik zat een beetje rond te kijken. En die zag er wel leuk uit. We moeten zo meteen ook even kijken bij die nieuwe test track. Want daar kunnen we ook auto's upgraden. En hoe dat daar werkt is dat je ze gelijk kan testen. Nogal logisch, test track. En ik ben er nog niet eerder geweest. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal een beetje werkt. En misschien dat we dan een off-road auto gaan doen. Want nogmaals, er zijn best wel wat off-road dingen die we kunnen doen. En momenteel rijdt hij voor geen meter hier. Dat kan nog wel een dingetje zijn. Maar als eerste gaan we deze race proberen. En dat is echt een leuke auto mee rond te rijden. Dat is een leuk speels autootje.
En hier zijn we dan. Hey, de Tapalpa. Ik vind hem zo nice. Zo. Oké, nou, we gaan hem doen. En ik laat hem gewoon zoals hij is. Er is wederom storm. En waarom zit mijn oude livery nog op? Dat hoort niet. Dat is niet mijn livery die ik nou heb. Maar storm. Als het nat is, ga ik wel tractie aanzetten. Zo niet, nou niet. Volgens mij is het droog. En het is wel mistig. Maar mistig is niet nat. I mean, in principe is het wel... We zien het wel gewoon. En ironisch dat er gelijk hier een driftauto naast mij staat. Een echte driftauto. En volgens mij kan je ook een nieuwe driftauto winnen. Door middel van die, die Donut Media events te complete. Dan krijg je een 240SX. Die moeten we eigenlijk binnenkort wel even gaan doen. Dus dat gaat nog gebeuren. Waarschijnlijk in de eerstvolgende video. Ik heb trouwens ook nog die nieuwe Festival Playlist auto unlocked. Dat is die... Ik weet niet hoe die heet. Cyclone? Is het volgens mij Cyclone of Typhoon? Er staan er twee. Eentje deze week, eentje volgende week. Maar ik heb die unlocked. Ik heb er nog geen video van gemaakt. Ik weet ook niet of ik dat nog ga doen. Want in principe is het niet echt een heel interessante auto. Maar hij is wel nieuw. Dus laat me in de comments achter of je dat wil zien. Of dat die auto niet zo boeiend is. Want ik denk niet dat het heel interessant gaat zijn. Maar dat laat ik over aan jullie. Misschien dat jullie iets weten wat ik niet weet. Misschien kan je er eens heel vets mee doen. Ik moet zeggen dat ik best wel happy ben met hoe het nou gaat. We rijden vijfde. We zullen elk moment hier die ergens achterbij komen. En ik denk zelfs dat misschien eerste plaats... Nou ja, luister, rijden twee Lambo's mee. Eerste plaats misschien niet. Maar top 3 zou nog wel eens kunnen. En je ziet mij ook best wel struggelen volgens mij in deze race. Want nogmaals, hij is slippery. Maar hij is wel snel. Behoorlijk snel. Als je eenmaal rijdt, dan vlieg ik iedereen voorbij. We zitten op 73%. Bijna driekwart van de race zit erop. We kijken zo meteen een hele scherpe bocht. Die bocht gaat me naaien. Dat zie ik nou al. Kijk op de map. Dat is deze. Het probleem wat we gaan hebben is waarschijnlijk dat ik hier niet op mijn plaats kom. Ja. Oké, dude. Ik heb... Nee, ga weg. Ik wil derde. Ik heb er te weinig grip voor om zulke bochten te kunnen nemen. Oeh, mag doorrijden? Dankjewel. Ik sneed die bocht behoorlijk ver af. En je had derde plaats. Ik ben happy. Weet je, maar we gaan nog even driftend verder. Oké, dat moet ik misschien niet doen. Niet zonder angle cat. En we blijven ze voor. Ik zat in de verkeerde versnelling, maar dat had je waarschijnlijk wel door. Hey, derde plaats. Ik rijd letterlijk de brug af. Ik wil daar heel snel wegwezen. Ik denk wel, als je deze auto zou pakken en je zou een drivetrain swap doen, dat dit echt een beest kan zijn. Want hij is zo klein. En je kan hem 700 pk geven. Waarschijnlijk meer trouwens met een engine swap. Dan kan dit een hele goede auto zijn. En op zich ben ik wel bereid om te kijken of dat mogelijk is. Of ja, het is ongetwijfeld mogelijk. Maar wat mensen hebben gemaakt. We zijn even onderweg naar onze woning. En gaan eens even kijken wat voor tunes er allemaal zijn. Er zijn een paar dingen die ik op zich wel wil proberen. Als eerste natuurlijk drifting. I mean, come on. Deze auto is perfect voor drifting. Verder rest misschien wat off-road. En als laatste zou ik op zich ook bereid zijn voor een complete engine swap, drivetrain swap. Om te kijken hoe dat gaat zijn. We gaan wel even kijken wat we hem kunnen vinden. Maar dat zijn de dingen die we kunnen proberen. En ik had hier trouwens kunnen driften, maar we gaan zo meteen nog genoeg driften. Dus komt allemaal goed. Dit is trouwens wel een mooie driftzone. Die moeten we zo meteen even onthouden, want dit is wel een flinke. Sheesh. Lang is deze driftzone. God damn. Dat ik... Ah, dan mis ik nog het einde. Oké. No. Kan ik finishen? Kan ik zien hoeveel score moet halen? Hey! Oké, film. Hey, maar deze driftzone moeten we zo meteen wel even gaan doen. Want die is wel flink. En hier heb je trouwens die Donut Media. Maar hey, we rijden heel even naar huis. Dat is letterlijk hier rechts. Perfect. Het probleem wat we nou gaan krijgen is dat ik het dus niet in de hand heb wat er met deze auto gaat gebeuren. En ik zie trouwens 400 km per uur. Dat is behoorlijk. Het valt me op dat bijna alle tunes die snel zijn, die zijn voor drifting. Deze zouden we kunnen doen voor racing. Hij is all-wheel drive en gaat 383. Dus misschien hebben we deze naar eerst pakken en dan sluiten we af met drifting. Dat is op zich een goed idee. We gaan het proberen. Ik ben benieuwd hoe die eruit gaat zien. Ah, het is bijna dezelfde bodykit. Of in ieder geval, het is dezelfde bodykit, alleen een andere spoiler.
En behoorlijk lelijke velgen. Dat wel. Weet je wat? Ik pak ook gelijk even een andere livery. Kijk, we hebben een frisse nieuwe look. Ik ga niet liegen, die eerste was veel mooier. Maar we missen het een beetje af. En ik gok dat het ding behoorlijk goed gaat zijn. En er was bijna geen wheelspin. I mean, what? Dit ding is... Oké, dit ding is insane. I can already tell. Dit ding is crazy. Oh boy, dit is er weinig. Ja, dit ding gaat goed zijn. We gaan even nog een race doen. We hebben het al een race gedaan. I know. Maar dit is gewoon een compleet andere auto nu. Dus we gaan nog een race doen. Er is hier trouwens een stunt jump. Die zou ik op zich ook kunnen proberen. Ik moet van deze kant komen? Dan zou ik hier naar beneden moeten rijden. Oké, de kans dat het goed gaat is niet zo groot. Maar we kunnen even snel een poging wagen. Waarschijnlijk de beste keuze is om hier die Sesto te nemen. Want dan kun je deze bocht echt zo snel nemen. Waardoor je zoveel snelheid genereert. En... Oh, dude. Oké, maat. Wat is dit voor route? Ik moet hier door de jungle heen. Of moeras, beter gezegd. Oké, dat is een probleem. Dit ding gaat hier voor geen meter doorheen. Dit ding is veel te laag. Kijk hoeveel dit afremt als ik door dat water inga. No. Dit moeten wij later een keer doen met een off-road tune. Ja. Dat komt nog wel, dat komt nog wel. En, auw, vrachtlanding. I mean, ik heb het gered, ik leef nog. We hebben nog steeds die verkeerde bodykit. Of bodykit livery. Ik weet niet waarom dat nog steeds niet verandert, is een beetje raar. Maar ja, ik denk dat we hier zeer makkelijk mee gaan winnen. Dit ding voelt snel, hij rijdt lekker. Hij is perfect. Hij heeft wel lelijke velgen. We zijn niet de enige 350 set. Er staat er een achter mij. Kijk, ik weet niet of die even snel gaat zijn. Oh, hij is wel snel weg. Hij is bijna sneller. Ja, dit zijn volgens mij allemaal behoorlijk snelle auto's. Want ja, iedereen is natuurlijk een beetje hetzelfde level. Ze zien er allemaal heel erg saai uit. Heel kaal. Gek uit. Komen wij aan met een gekke racecar livery. Een spoiler en noem maar op. En, oh boy. Ik moet hem wel op de weg houden. En deze baan zal ook niet heel lang duren. Want het is allemaal volgens mij vol gas. Toch wel een mooie route. Ideaal voor deze auto. Ik geloof wel dat we dit gaan winnen. En we zijn level up. Hoppatee. Level 6. En voor iedereen die zich afvraagt. Hè, level 6. Ik weet dat ik die vraag ga krijgen. Ik ben geprestiged. Dus elke zoveel levels kun je prestige. Dat is in het begin bij level 200. Dan begin je weer bij level 1. En voor de tweede keer staat het bij level 300. Dan begin je weer bij 1. Dus ik ben in principe nu level 506. Alleen, dat kun je dus niet zien. Of in ieder geval, je kan het zien. Want daar komen er van die sterretjes bij mijn naam staan. Maar dat is hoe dat dus werkt. En waar rij je nou derde? Auw. Ik weet niet waar die auto voor mij is. Ik weet niet waarom die afremde. Ik weet welke auto het is. Ik weet niet hoe die heet. Weet ik zeker. Volgens mij is dat TVR. Right? En de ding voor ons, die valt niet over te twijfelen. Dit is overduidelijk. De Fast and the Furious Supra. I mean, come on. Dat zie je van mijlen. En we zitten al op 70%. Ik weet niet of we hem er voorbij gekomen. Want die Supra's zijn natuurlijk ook behoorlijk snel. Dan kan je makkelijk 1000 pk uitpersen. Ik denk niet dat ik hem er voorbij gekomen. Dat ding is zo snel. Ah, come on. Ik zal hem ook remmen voor die bochten. Oh, we zitten zo close. We zitten zo close. We close. Come on. Oh, ik ga hem net niet voorbij komen. Net niet. No! So close. Het feit dat ik überhaupt met een 350 een Supra bij jou is best wel mad. Maar dit is natuurlijk geen normale 350, dus Maar dat was... Dat was close. Hij was een level lager dan ik. Maar hij start natuurlijk vooraan en ik start achteraan. Dat was een mooie race. En... weet je, ik heb een like. Dat is een prima livery. Die andere was vet. Is dat wel maar jammer dat daar dan geen bodykit op zit. Ziet er zo kaal uit. Weet je... En we zijn... Gaan we weer level up? We zijn weer level up. En twee gele prijzen, waarvan één voor ons in... Oké. 150k is een mooi bedrag, maar... Ik weet genoeg. Alright, boys. Onze laatste tune van vandaag. En ik neem aan dat jullie deze livery ook al herkennen. Laat maar achter in de comments. Het is een beetje... Ja, ik weet niet wat voor weer het is. Het lijkt een zandstorm of zo. Het ziet er allemaal zo oranje uit. Geel. Maar ja, we hebben dus een nieuwe drifttune.
Ace is 8 wel aangedreven. Ik heb verder eens geen flauw idee wat hier allemaal mee is gedaan. Maar we gaan ze proberen. We gaan ze vergens richting een driftzone. En... ik weet niet wat ik hiervan vind. Het voelt alright. Ik zou willen zeggen... hoe mijn auto helemaal in het begin was... dat dat vrouwen perfect aanvoelde. Die voelde zo nice. Het enige wat die auto miste was een angle kit. Deze voelt wel wat trager. Maar ik denk dat we hier wel wat leuke scores mee kunnen zetten. En er is hier gelijk een driftzone links. Weet je wat, we gaan het proberen. Sure. Kunnen wij hier een mooie score halen? Yeah. Ik denk wel dat we beter van de andere kant op kunnen komen. Want we hadden niet zo'n hele mooie aanrijroute, maar... we gaan het alsnog proberen. Volgens mij is dit trouwens letterlijk die driftzone die we laatst hebben gedaan met die... met die Barbie-auto, of nee? Dit is die driftzone. Volgens mij wel. Ik weet niet wat onze score toen was. Het is met 200.000 punten. Dus kijken of we dat nou weer kunnen halen. Oh, oh god. Ah, die bocht. Ik probeerde te chainen, maar het ging net te traag. En... ah! Oh mijn god, ik miste hem. Ik wilde nog net even die laatste paar puntjes meepakken. Miste ik letterlijk de laatste checkpoint. We gaan voor 210.000. Let's make it happen, boys. 210.000 punten. Kunnen wij dat doen? Ik zeg ja. Zolang ik hem op de weg hou, moet het wel, moet wel lukken. We hebben nu al bijna 100.000 punten. Oh, dit is wel een hele mooie bocht. Deze is heerlijk. Zo. 150. Ja, joh. Dit wordt een nieuw record. Denk ik. Oh, boy. Ah, dude. Nee. 217. Ik kwam verkeerd uit voor die laatste bocht. Ik had die laatste bocht zo mooi kunnen nemen. Ik moet zeggen dat deze tune verder niet tegenvalt. Je hebt best wel veel controle over de auto. En dat is wel nice. Want dat heb je uiteindelijk toch nodig bij een drift. Kijk, hij moet glijden, maar hij moet niet te veel glijden. Dat je totaal geen controle hebt en geen idee hebt wat die auto doet. En in dit geval... voelt hij wel nice. Al ga ik hier nou niet heel erg lekker, maar... het gaat voornamelijk om deze twee bochten. Deze hier... is behoorlijk lang. Ik had weer niet hoeven remmen. Je zag mijn remmen daar. Dat was niet nodig. En deze hadden we toen verprutst. Als ik deze nou beter doe... dan geloof ik dat we hier best wel een flinke score kunnen halen. Ik zit wederom veel te kort. Ah, ik moet die bocht veel wijder nemen. Zonde. Maar ja, weet je wat? Ik geef het op. We gaan er even snel een wielspin openen. Kijken of we iets kunnen krijgen. Kijk eens aan. Wat oh wat gaat het wezen? 3 keer prijs. Er moet iets in zitten. Come on. Een GTR en de rest is niet alles. Heb ik überhaupt ooit een video gemaakt van de GTR? Ik zou willen zeggen van niet. Dus wil je dat zien? Laat achter in de comments. Misschien een keer een 2000 pk GTR tune of zo. I don't know. Vond je het een leuke video? Drop een like hier. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.